Yo, kijk, ze moeten me eens kijken naar een nieuwe episode van Prison Architect Escape Mode. Vandaag weer een hele nieuwe episode waarin we gaan ontsnappen met Matt Barnard. En hij is een snitch, dus het is niet een hele goede gozer voor zijn vrienden. Hij heeft mensen dus blijkbaar gesnitcht. En we zijn eigenlijk een soort van geburkt naar binnen, want de bus doet het niet meer. We zitten nu ook vast, oh, we zitten nu binnen. Dit is weer gewoon een prison die ik heb gehaald van een Steam Workshop. In de vorige episode zijn we ontsnapt. De episode daarvoor is dat niet gelukt. Toen waren we doodgeschoten. En dit is de Warden. En hij heeft geen office. Dus ik weet niet. Er zijn dus totaal geen offices. Dus hij. Ik snap ook niet hoe hij dit heeft unlocked dan. Want voor. Je hebt een Warden nodig. En die kan dan mensen inhuren als je die eenmaal hebt. En daarmee kan je meer dingen vrijspelen. Zoals dit deployment dat je hier niet mag komen. Maar het is hem blijkbaar toch gelukt. Dit is voor mij iemand die meer. Ondergrondse tunnels ontdekt met honden. We gaan in lock-up gelijk. Ik denk dat dit. Oké, er zijn wel andere dingen, dus er zijn ook free time. Ik had het eigenlijk het idee dat ze misschien het zo hebben gedaan dat je alleen lock-up hebt. Dat zou echt kut prison zijn, maar er zijn prisons die dat hebben. In het echt ook. Er zijn er prisons die bijvoorbeeld 1 uurtje per dag mogen ze max naar buiten en de rest moeten ze, dus 23 uur van de dag, moeten ze in hun cel doorbrengen. Dat lijkt me echt. Grote gewoon, want dan kan je in feite niks meer doen. Maar als je er gewoon voor zorgt dat je niet in de gevangenis komt, zoals ik in de vorige episode ook al zei, dan hoef je nergens zorgen over te maken. Oké, even een verkenningsrondje doen. Yard over zit in lock-up gelijk. Ja, ik ga al. Ik weet niet welke het is. Deze. Plus minus. Verkeerde. Eentje ervoor. Twee ervoor. Oké, dan gaan we even de tijd doorbrengen, denk ik, in onze cel. Wat echt onzin is. Ik hoop niet dat het te veel lock-up is. Want anders gaat het ook wel erg lang duren om te ontsnappen. Op zich wel slim. Maar het is eigenlijk ook gewoon echt heel erg irritant. Want dan kan je ervoor zorgen dat het echt onmogelijk is om te ontsnappen. Tenzij je een sleutelweapons zie je dan net niet zien. Maar meestal zien ze je wel gewoon. Dus dat maakt niet heel veel uit. Ik kan hier helemaal nergens naartoe. Dat wist ik niet. Ik moest dus de andere kant op. Dit is gewoon een normale fence, is geen perimeter wall, dus in feite zou ik er onderop door kunnen graven vanaf hier. En dan ben ik waarschijnlijk, nee ik ben niet vrij, want dit kan je alleen zonen als er buiten nog wat iets is van een muur. Dus dat moet er dan wel zijn. Vanaf hier mag ik in feite al niet meer komen, dus als ik even hier naartoe ga. En even kijken wat er dan hier precies allemaal te doen is. Deze even open gedaan worden door een armed guard die hier loopt. Oké, mocht ik de boel even open doen voor mij. Zou niet verkeerd zijn. Oké, top. Dan zijn we dus nu hier. Deze holding cell. En hier kan ik eigenlijk ook niks bereiken. Dus het is feit ook bijzonder. Het ziet eruit als een best wel een goede prison. Gewoon omdat je op een heel groot gedeelte mag je gewoon niet komen. En er is in feite ook 1 route er naartoe maar. Dus er zijn ook niet meerdere manieren om ergens te komen. Dus er is niet alle wegen rennen naar Rome. Maar ja, in feite ook wel. Maar er is gewoon 1 weg naar de in- en uitgang. En dat is deze. Dus nu gaat de poort open. Als je hem open doet, dan kan ik er gewoon doorheen. Dan kan ik ontsnappen. Dat is de bedoeling. Oké, we krijgen voor mij ook nog best wel lang een lock-up. Dus als ik even snel dit boel in mijn cel sloop en dat ze dat niet zien. Zie het alsjeblieft even niet. End fight. Hoppakee, dan hebben we 1 punt. Dan gaan we die naar dead 3 doen. Want dan heb ik iets meer damage die ik doe. Maar kan ik hier gewoon nog weer een kapot slaan. En dan... Oh, dan komt nu wel iets aan. Nou, dan kunnen we in ieder geval een keertje vechten. Kijken hoe dat is. Ik mag van mij wel ietsje meer gaan oefenen met vechten. Want hij raakt van mij niet geïnjured. En ik wel. Oh, hij heeft nu pas geïnjured. Dat kan niet goed zijn. En ik ben unconscious. Ik zie niet hoeveel tijd er is. Want daar zit een tekentje boven van hoeveel frames per seconde het is. Voor mij is het een aardig tijdje dat ik in lock-up ga. Dus nu. Deze kant op. Examen. En als deze nou ook even open gaat, jongens. Jij komt eraan met je taser. Ja, dat is echt... Ik denk dat dit wel even een onmogelijke prison is. Aangezien er is gewoon 1 weg die naar 1 ding rijdt. En verder niks. Dus is een muur. Ik kan ook niks. Want je kan ook niks ergens pakken, want ze hebben niks. Ik kan in de keuken een mes pakken. En dan proberen te ontsnappen. Maar ik kan ook niet eentje proberen te pakken, want er staan er meerdere tegelijk bij me. Dus in feite
als ik hier kan ik niet komen, want dan moet ik. Ik snap niet hoe dit werkt, want hier, daar, bij deze kan nergens. Er zit weer lock-up natuurlijk. Zoals altijd, het is wel weer eens een tijdje voor tijd voor lock-up. En we zijn in-game ondertussen 3 dagen verder. Dus voor mij is het ook wel een aardig tijdje. En ik heb eigenlijk alles bedacht. Ik heb het heel vaak geprobeerd nog. Alleen, het is echt onmogelijk om via deze. Deze gaat. Deze kan ik gewoon open. Deze gaat gewoon open. Alleen vanaf die deur. En dan moet ik die deur. En dan moet ik daarna nog een deur. Ik ben tot hier gekomen. Hier ben ik een keertje gekild. En met constant druk op om de 5 minuten. Dat gaat echt niet lukken. Dus ik denk dat ik deze gevangenis al moet gaan opgeven. Omdat het in feite zonde is om hier mijn tijd aan te verspillen. Want dit is echt een onmogelijke prison. Met veel te... Eigenlijk te simpel heeft hij het. Hij heeft niks uitgebreid, waardoor ik mijn voordeel kan halen. Het is gewoon heel simpel, wat cellen. En dan in de kantine en vanaf daar kan ik niks meer in yard. Voor mij heb ik niet eens een douche. Dat idee heb ik. Snel van tijd doorspoel, kan kijken of ik een douche heb. Maar heb ik niet eens een douche. Dus waar gaat hij naartoe dan? Nu is het vrije tijd. In de keuken. Voor mij hebben we alleen iets, sriep, leef. En voor mij eten we alleen maar. En verder kunnen we een beetje yard time en een beetje niks doen. Want er is gewoon helemaal niks. Ja, hier zitten 2 showers. Alleen die zijn niet bedoeld voor mij. Die zijn voor anderen bedoeld. Laten we even snel hopen dat er nog iemand komt. Hier doorheen. Waardoor ik eruit kan. Jongens, ik doe dat ding eens even open. Want ik wil er even doorheen. We hebben 2 uur eettijd. Dat is wel aardig van ze. Laten we even zorgen dat ik hier doorheen kan. Normaal gesproken ging hier continu mensen doorheen. Ja, kijk. Jij gaat tired, dus ik kan mijn voordeel halen uit jou dat ik zo en dan via deze. En dan kan ik voor mij nog best ver komen als al die deuren open gaan. Als al die deuren open gaan, als ik dus een sleutel zou hebben. Deur 1, deur 1, deur 1. Kom op, deur 2 ga ik open. Nee, zie je, het houdt gewoon echt op in deze prison. Sorry dat ik niet is gelukt in deze prison te ontsnappen. Het is gewoon echt niet te doen. Ik heb het in game 3 dagen al ondertussen geprobeerd. Het is niet te doen. Ik hoop jullie leuke episode alsnog vonden. Vergeet niet te liken, te favoriten, te abonneren. Ons volgt Twitter @BomberGaming. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Later.